Nou, ik vond het een heel begrijpelijke reactie. Over het algemeen iedereen heel tevreden geweest over het evenement, een Nederlands kampioenschap wielrennen. Alleen de afhandeling daarvan, met name het financiële deel, ja, dat was een enorme domper op de grote feestvreugde die we hadden. Ik ben blij dat ze zeggen van hier gaan we van leren, we gaan het de volgende keer echt anders doen. En we nemen heel veel dingen mee in evaluatie om te kijken hoe we dat in de volgende keren fouten kunnen voorkomen. Wat ik miste in de beantwoording van het college was toch wel een beetje de vorm van zelfkritiek of zelfreflectie. Waarin je toch ook gaat kijken zo van ja, joh, wat hebben we allemaal fout gedaan? Ja, we zijn redelijk tevreden wat er verteld is. Uiteindelijk heeft het college goed aangegeven waar ze de fouten hebben gemaakt en waar ze de problemen hebben liggen. Ze hebben dat met elkaar geëvalueerd. Ze hebben aangegeven daar zelf nog heel veel last ook van te hebben. En nog wekelijks wel terug te kijken van hey, hoe heeft het kunnen gebeuren, wat kunnen we eraan doen? Dus daarmee denk ik dat we wel tevreden kunnen zijn. En uiteindelijk met de gemaakte afspraken dat we vooral vooruit moeten kijken. En moeten zorgen dat we dingen die wel goed gegaan zijn ook wel weer voor de komende jaren blijven gebruiken. En daar wel weer die gaan uitbouwen. Nou zeggen meerdere partijen vanavond, ik mis kritische zelfreflectie binnen het college. Wat vindt u daarvan? Nou, wij hebben er s'nachts ook echt wel eens wakker van gelegen hoor. Uiteindelijk moet het evenement altijd doorgaan. Maar pal voor zo'n evenement, dan begint alles te wringen. En dan wordt het heel ongemakkelijk. En daarna is het ook ongemakkelijk omdat je een tekort hebt. En verenigingen, maar ook alle partijen in deze gemeente, die zeggen allemaal van ja, dat geld hadden wij ook goed kunnen gebruiken. En daar hebben ze gelijk in. Ja, ze zeggen we kunnen hiervan leren. Is dat niet een beetje veel leergeld? Het is €400.000 leergeld. Maar ik denk aan de andere kant, je moet ook niet helemaal blind staren op het bedrag. Er zijn, en dat hebben ze ook toegegeven, in de organisatie fouten gemaakt. Verkeerde inschattingen gedaan. En dat is ook allemaal wel besproken. Maar ja, ik mis nog een beetje het gevoel van, nou, gewoon al zeg je maar sorry of excuus, we hebben het verkeerd gedaan. Dat wordt niet gedaan en het wordt elke keer een beetje met de mantel der liefde bedekt. Wie vindt u dat er schuldig is in dit tekort? Ik vind het niet erg dat je over schuldigen kunt spreken, want je doet dat als projectteam, je doet dat als gemeente met elkaar samen. Dus ik wil in deze geen schuldigen aanwijzen. Natuurlijk kun je altijd zeggen, uiteindelijk is een wethouder eindverantwoordelijke, zo is het natuurlijk ook. Maar je doet het samen met elkaar en dan moet je samen ook de schulden en last van die 4 ton met elkaar samen dragen. Hoe is het dan om het met zo'n NK af te sluiten voor u als wethouder van Financiën? Ik vind wel, het NK is wel een klein smetje op al die jaren. Want ik had er ontzettend graag een evenement gedraaid. Wat financieel ook gewoon netjes binnen de kaders was gebleven. Maar soms zit het tegen en dit was zo'n moment.